Een echte derby op de Bosuil. Antwerp dat voor de tweede opeenvolgende keer thuis speelt, ontvangt Capelle dat de punten hard nodig heeft, maar toch met bescheiden ambitie aan de wedstrijd begint. Ik denk dat zoals de meeste ploegen die hier komen spelen, ik denk dat wij vooral aangewezen zullen zijn vandaag op verdedigen. En, we zullen ze wel eens af en toe proberen pijn te doen. Of dat gaat lukken, ja, dat hangt van de wedstrijd af en de ingesteldheid van de spelers. Ik denk dat die wel goed zit, maar ook van de kwaliteiten van de tegenstrever natuurlijk. En die tegenstrever grijpt de Capellenaars onmiddellijk bij de keel. Siljanovski zet drie man in de wind. Pivaljevic is net te laat om gevaarlijk te zijn. Capelle moet zich beperken tot verdedigen. Ze geven Goots en Pivaljevic geen meter ruimte, maar daar kunnen de anderen van profiteren. Ribus breekt door, struikelt over een Capellese voet, maar krijgt geen strafschop. Na 20 minuten een eerste gaatje in de rood-gele verdediging. Pivaljevic houdt drie spelers bezig. Een hakje naar Goots. Maar doelman Stoop staat op de goede plek. Goots raakt niet los van Mateus en kan alleen gevaarlijk zijn op de vrije trap. Deze bal gaat nipt naast. Capelle raakt niet over de middenlijn, maar bezwijkt voorlopig niet onder de Antwerpdruk. Hier schiet Senanu net naast. Op het halfuur een hoekschop van Pivaljevic. Emmerichs komt in balbezit. Zet voor naar de tweede paal. Senanu kopt onbegrijpelijk voorlangs. En het blijft al Antwerp wat de klok slaat. Alweer Siljanovski met een mooie actie. Maar Da Silva besluit naast te schieten en te gaan rusten bij 0-0. Ja, gevleid toch wel enigszins. Ze hebben toch een kans gehad. Ik denk Senanu die bal op de paal, dat hij op de paal kopt. Ik denk als we daarachter komen dat we het nog moeilijker krijgen. Voor de tweede helft doet Van Akker voor het eerst beroep op nieuwkomer Laurent Douwe. Hij vervangt Ciampara en gaat rechts op het middenveld spelen, waardoor Da Silva opschuift naar een centrale positie op het veld. En op die positie voelt de Braziliaan zich duidelijk beter. Hij maakt gebruik van de voordeelregel, de Capellenaars stoppen hem niet af en 1-0 voor de Great Old. Da Silva mag ongehinderd oprukken en het openingsdoelpunt naast Soaps binnenschieten. Nog geen drie minuten later, de hardwerkende Pivaljevic met een schot op de paal. Da Silva is goed gevolgd en 2-0 voor Antwerp. Capelle begeeft zich dan eindelijk eens op onbekend terrein, de Antwerp-helft. Waricek pakt makkelijk het schot van Glenn Boei. Douwe lanceert onmiddellijk de tegenaanval. Via Da Silva komt de bal bij de ingevallen Fatokun, maar Bambam Bimbo schiet overhaast op Stoops. Even later nogmaals publiekslieveling Fatokun. Hij wandelt door het strafschopgebied en schiet dan zijn vierde van het seizoen tegen de netten. De Capellese verdediging gunt Bimbo alle tijd om een hoek uit te kiezen. En de Nigeriaan ontketent een Bimbo-mania op de Bosuil. Ook Goots nog eens. Hij snijdt door de verdediging, maar besluit nonchalant naast. Capelle zit in de hoek waar de klappen vallen. De laatste seconde. Da Silva begint weer aan een gezondheidswandeling. Zijn schot wijkt af op de rug van Fatokun en 4-0 voor Antwerp. Weer drie punten voor Antwerp tot grote tevredenheid van Bimbo Fatokun. I'm very, very happy for that. Eh? It's not easy, but I will keep on trying like that. Because it's good for the team, it's good for me and it's good for the public also. So I love Antwerp. I want to be here. That's why I signed 3 years contract. So I'm going to try and try and try to keep on scoring like that.